Oké, je gaat op vliegreis en je neemt je gitaar mee. Hoe bereid je je gitaar voor op het vliegtuig? Dat laat ik je in deze video zien met 14 tips. De eerste 3 tips, wat je al ruim van tevoren kunt regelen. Tip 1. Reserveer je gitaar als bijzondere bagage. Bijzondere bagage kan extra care betekenen of een plekje in een apart stuk van het bagageruim wat verwarmd zou kunnen zijn. Deze reservering moet je vooraf doen omdat de ruimte voor bijzondere bagage vaak beperkt is. Tip 2. Verzeker je gitaar bij je reisverzekering. Dat kan vaak onder een aparte rubriek in je verzekering. Die rubriek heeft meestal een naam zoals extra kostbaarheden of extra hobbyuitrusting. Tip 3. Zorg voor een goed passende koffer. Het liefst een koffer speciaal voor je gitaar. Bijvoorbeeld deze. Deze koffer heb ik samen met de gitaar gekocht. Hij is speciaal voor dit model. Alles past precies. Ik kan zelfs de hals met een bandje vastzetten. Hier hoef ik verder niets meer aan te doen. Heb je geen goed passende koffer voor je gitaar, dan kun je 2 dingen doen. Of alsnog een passende koffer kopen, dat heeft altijd de voorkeur. Of je maakt je koffer passend door hem op te vullen. Het opvullen van je koffer kun je doen met zachte dingen zoals handdoeken, kleren, opgerolde sokken, zoiets. Plaats je opvulmateriaal zowel aan de bovenkant, maar ook aan de onderkant van je gitaar. Zorg ervoor dat de steun aan je hals aan beide kanten van de gitaar gelijk is. Bonus tip, zorg dat je bij het opvullen ook opschrijft wat je allemaal gebruikt als opvulmateriaal. Dat scheelt weer extra handdoeken en sokken inpakken in je normale bagage. De volgende 5 tips, vlak voor je vertrek. Tip 4. Maak foto's. Maak foto's van je gitaar vanuit alle mogelijke hoeken. Let ook speciaal op lijmnaden waar je ziet dat hout aan elkaar gelijmd is. Maak ook een foto van het serienummer van je gitaar voor de verzekering. Dat staat vaak achterop de kop. Tip 5. Draai je snaren los. In het vliegtuig kan je gitaar te maken krijgen met grote verschillen in temperatuur, luchtdruk en luchtvochtigheid. Met opgespannen snaren kunnen er dan krachten op je gitaar komen te staan die de hals van je gitaar enorm kunnen belasten. Met je snaren los geef je het hout van je gitaarhals de ruimte om met de klimaatveranderingen mee te gaan. Tip 6. Denk aan je tremolo pook. Heb je een tremolo waarvan de pook los kan, haal die er dan vast af en leg die vast in je gitaarkoffer. Tip 7. Gebruik een checklist voor al je accessoires. Zoals extra snaren, een snarenwinder, stemapparaat, je gitaarband, plectrums. Op de Gitaarstarters website kun je een checklist downloaden van meer dan 30 accessoires. Ik heb een linkje naar die pagina gezet onder deze video. Tip 8. Maak een foto van je gitaar en accessoires in de koffer. Voor je verzekering. En vooral als je je gitaar hebt opgevuld, maak dan een duidelijke foto van je gitaar hoe beschermd deze in je koffer ligt. Tip 9. Gebruik Handle with Care stickers. Plak opvallende fragile stickers op je gitaarkoffer. Dat kunnen algemene stickers zijn, maar omdat het bagagepersoneel dat waarschijnlijk al zoveel ziet, valt het misschien niet zo op. Daarom heb ik onder deze video een link geplaatst naar een Handle with Care sticker speciaal voor gitaar. 3 tips voor bij vertrek. Tip 10. Maak je koffer traceerbaar. Oké, bij het inchecken krijgt je koffer een label. En dat lijkt allemaal vrij stevig te zitten. Maar je kunt ook iets extra's doen. Met een stuk duct tape die plak je op je koffer en daarop schrijf je dan weer je vluchtnummer. Gewoon voor de zekerheid. Maak nu ook weer foto's van je koffer, hoe deze er nu uitziet. Met labels en stickers en alles erop en eraan. Dat kan handig zijn voor bagagepersoneel, mocht het onverhoopt nodig zijn dat ze je koffer op het oog moeten kunnen herkennen.
Tip 11. Seal je koffer. Als het op de luchthaven mogelijk is, seal je koffer dan. Dat geeft weer een klein beetje extra vertrouwen dat je gitaar tijdens zijn reis gewoon in zijn bedje blijft liggen. Tip 12. Een bewijs van afgifte. Noteer of maak een foto als dat mag, waar je je gitaar hebt afgegeven, bij welke balie, hoe laat en bij wie, als je een naam weet. Je krijgt waarschijnlijk een labeltje of een bewijsje met een nummer erop wat bij je gitaar hoort. Maak daar ook weer een foto van, zodat je het origineel met een gerust hart kunt verliezen in de hectiek van de reis. Twee tips bij aankomst. Tip 13. Do not enter the crime scene. Staat je gitaar bij aankomst netjes voor je klaar bij de bijzondere bagage? Of ligt die schijnbaar achterloos neergeworpen op de grond? Als dat laatste het geval is, maak er dan eerst een foto van voordat je je gitaar pakt. Dat kan weer handig zijn voor je verzekering. Tip 14. Inspecteer je gitaar nog op de luchthaven. Je bent daar nou toch, dus als er iets mis is, kun je meteen verhaal halen. Maak bij de eerste gelegenheid je koffer open en doe een snelle check op je gitaar. Lijkt alles in orde? Supergoed, helemaal top. Lijkt je gitaar niet in orde? Maak dan meteen een foto en bel direct met je verzekering. Dat zijn 14 tips voor je gitaar op reis in een vliegtuig. Doe er je voordeel mee. Hele goede reis. Vond je dit een waardevolle video? Klik dan op de subscribe knop hieronder. Hoe meer subscribers, hoe meer video's. Jongens. Oh, tip 15. Huh? Neem niet meer gitaren mee dan je nodig hebt, want je sjouwt je een breuk. Komt hij nou mee? Lijkt alles in orde? Super toep. Lijkt alles. Oh,